Goedenavond. Goedenavond. Geef mij maar een pilsje, zet er maar een jongen naast. Pianist? Pianist? Kan jij misschien dat stuk spelen van I'm in the mood for love? Ja, I'm in the mood for love, zegt dat wel. Kom meneer, ik heb een rotte avond gehad. Drink u wat van? Geef meneer ook een pilsje van mij en geef de jongen van uw muziek er ook. Proost, hè? Ja, proost. Rotte avond, meneer. Kom, ik ben goed getrouwd hoor, daar niet van. Ik heb een leuk wijf, ziet er aardig uit, gezellige babbels is goed voor de kinderen. En ik ben gek op haar en dat ben ik eigenlijk ook altijd geweest, hè? Ja. Nou ja, dan ben ik zelf niet zo'n trouwe jongen. Nee, ik scharrel wel eens wat zo links en rechts. Kom meneer, ik ben vertegenwoordiger, je zit veel langs de weg, je hebt je vrijheid hier en daar. Ja, ik scharrel wel eens wat. Maar niks bijzonders hoor meneer. Niks om over naar huis te schrijven. Gesteld dat je dat zou willen dan. Nou, zit ik laatst thuis, meneer, en toen lees ik zo'n advertentie van de partner uit. En ik zeg tegen mevrouw, nou Truus, hier ligt jouw kans. En ik lees voor van modern echtpaar, vrije opvattingen, zoek kennismaking met dito echtpaar. U kent dat werk, hè? En mevrouw gelijk van, nou, daar schrijven we dan toch op. Nou goed, ik leuk meedoen en ik stel een brief op. Beetje lacherig nog, van dat we de advertenties zo sympathiek gesteld vonden. Dat wij ook al enige tijd op zoek waren naar, laat maar zeggen, vergroting van het afzetgebied. En dat we graag tot een nadere gedachtenwisseling hadden willen komen. Een hoogachtend, in gespannen afwachting. En ik lees die brief voor en wij nog lachen. En ik zeg tegen mevrouw, is het zo goed? En ik wil mijn krantje weer verder lezen. Toen zegt mevrouw, wacht even vader, en nou versturen ook. Kom, maar het moet een aardigheidje blijven. Maar zei van, nee, hier met die brief. En ze pakte een envelop, meneer. En dan de manier waarop ze die brief dichtlikte, dacht ik, hé. Hey. Het lijkt wel of Truus werkelijk trek had. Maar ja, ik denk er verder niet over na, want ik denk, je verstuurt die brief toch niet, hè. Maar een paar dagen later, meneer, kom ik thuis. Mevrouw doet open, zegt, Joop, we hebben beet. Zegt, dat is mooi, had ik ze dan toch alle 13 goed. Nee, zegt ze, ze willen ons de volgende week ontmoeten. Ik zeg, wat? Wie wil ons de volgende week ontmoeten? Ze zegt, nou, die mensen van de advertentie. En ik denk, verrek, heeft die kleine intussen toch doorgezet. Maar ja, ik hou me groot en ik speel dat leuk mee. En ik zeg, goed meid, dan gaan wij gezellig een avondje mixdubbelen. Ja. Zeg, mij nog een jongen, zet er nog een pils naast. U nog iets gebruiken, meneer? Nee? Balletje gehakt misschien? Nee. Maar waar was ik nou met mijn verhaal? Oh ja, we zouden gaan. Goed, de bewuste avond komt. Mevrouw heeft intussen bloemetjes ondergoed aangeschaft. Vergeet me nietjes. En ik zeg nog van, had ik daar de primeur niet van kunnen krijgen? En mevrouw die roept van boven zegt, denk je er wel om dat je je eigen verschoont? En dat je in het bad gaat? En ik nog leuk terug van, maak je geen zorgen. Denk erom dat deze kleine jongen gepikt en genaaid het vreemde Luzemo inschiet. Goed, wij daarheen. Keurig huisje in de nieuwbouw. We bellen er aan van, zo, daar zijn we dan. En die mensen van, komt u verder en hebt u het kunnen vinden? Ja, en die krijgt nog de giechels. Toen die vent zegt van, zal ik u even van de jas omdoen? Ja, ik denk, die wogen gaat gelijk van start. En wij naar binnen. Kinderen kwamen nog kijken, want die wouden het bezoek graag even zien. Hun nieuwe oom en tante. En wij zitten. Kopje koffie, koekje erbij, nog een kopje koffie, chocolaatje erbij. Praten over de Europa Cup, vakantie, nieuwe wagen. U kent dat soort gesprekken. Verder komt een drankje op tafel met zoute pinda's, het van die houten bakjes. En ik zit dat zo te bekijken, hè, zo ondertussen, zo stiekem weg. En
Die vent, dat was een elegant type. Goed in het pak. Snorretje. Zijn vrouw trouwens ook, maar daar kom ik zo nog op. En dat zag gelijk goed met mijn vrouw. Geramd zat dat. Meteen samen plaatjes draaien. En, die snor die zet dan ook gelijk die LP van Bert Baggerach op. Met dat bekende stuk erop. Hij kent dat wel spelen, denk ik. Pianist, ken je dat nummer van Bert Baggerach? Raindrops, keep falling in my head. Ja, dat je. Raindrops. Het lievelingsnummer van mijn vrouw, meneer. Maar daar draaide die snor 7 keer achter elkaar. Zelfde nummer. En ik bekijk dat zo, mijn vrouw iets te veel en te snel drinken. Blos op de wangen. Veel en hard lachen er op de grond tussen de platen. Die was helemaal op de toer. Ja. En ik zit intussen op de bank. Met mijn partner, laat maar zeggen dan. Nou, niet direct een vrouw waar ik van over de rode ga. Nee, dat kan ik niet zeggen. Beetje oud koppie. Mager nekkie. Van boven helemaal wat sober uitgevoerd. En van onderen weer wat te ruim in de spullen. Nee, ik kon me heel best beheersen er op die bank. Fijn, ik zit daar zo, meneer. Komt die vrouw aanzetten met een stapel plakboeken. Allemaal foto's van die snor. Kleurenfoto. Ja. Die snor, goudbruin is een speedboat. Die snor is een razendsnelle sportwagen. Die snor zo heel flink, weet je wel, met zijn grote reuzenkarper aan de waterkant. Die snor met 6 vrouwtjes om hem heen en die leuke Franse bar. Dat hele vlotte werk. Fijn, ik heb al die boeken doorgenomen. Ik drink af en toe wat. Maar ja, ze hadden alleen sherry, port en rode vermoed. Nou ja, kijk, sherry drink ik nooit. Van port krijg ik pijn in mijn kop. En als ik ergens de pesten heb, is het dan rode vermoed. Maar ja, je weet je eigen tabellen. En af en toe neem ik een handvol van die pinda's. Kwamen mijn strot uit. Geef me, staat die snor op. En die snor zegt, Ans, ik laat Truus even het huis zien. Mijn vrouw staat ook op, gaat de kamer uit en ze kijkt me geen eens meer aan. En ik denk, zo meisje. Dus, toch? Goed, we blijven erachter. De plaat is afgelopen. Stilte. Zitten. Als in een wachtkamer. Vrouw staat op, gaat naar de kast en komt terug met een plakboek met die snor en andere adembenemende stonden. Goed, dat boek heb ik ook doorgeworsteld. Geeft het terug, zij bergt het op. Zitten. Zegt die vrouw van, nou, zullen wij dan ook maar even het huis gaan bekijken? Ze dus raad me voor, laat me alles zien. Keuken, vestibule, traphuis. En we komen in een kamer. En ze zegt, dit is de logeerkamer. En ze doet de deur dicht en gaat op het bed liggen. 1-persoonsbed, meneer. Met zo'n ijzeren rand. En ik sta er wat, want de behoorlijke stoel was er niet te vinden. Dus ik denk, nou, dan ga ik ook maar op dat bed zitten. Dat zal hier dan zeker de bedoeling wezen. Begint die vrouw weer te vertellen van die snor, hoe geweldig die wel was. Stond een kast, had hij zelf getimmerd. Alles had hij zelf geschilderd. Plafond had hij zelf aangebracht. Wat zei ze weer? Oh ja, wat ze ogen zien, dan kunnen ze handen maken. Ja, mooi ben je. Op een gegeven moment, meneer, hoor ik uit die kamer, daarnaast hoor ik geluiden. Nou, die geluiden die logen er niet toe. Nee, dat ging daar allemaal heel jovel toe. Kon je duidelijk volgen. Huis had van die dunne wandjes. Had die snor ook zelf getimmerd. Maar ja, dan had hij toch mooi geen rekening gehouden met latere ontwikkelingen in zijn familieleven. En ik zit er zo, meneer, in die rond. Die ijzeren rond, die ging mij hinderen. Dan ging daar pijn doen hier van onderen. Kan u voorstellen? Zegt die vrouw in een van, nou zullen we dan maar. En op dat moment hoor ik uit die kamer daarnaast weer zo'n hoge giechel. En ik weet niet, slaat een soort hete golf door mij. En ik zeg, zullen we nog wat drinken, Hans? Zegt, nou ik niet, maar als jij de behoefte hebt, je weet nou waar het staat. Hè? En ik die kamer uit, meneer.
Trap af mijn jas en mijn wagen in en ik rach een uur door de stad gewoon in het wilde weg. En ik denk, nou een hele grote pils. Wat denkt u meneer? Zou ze daar nou nog bezig zijn? Ja, ik ben er nog gauw zo'n 2 uur geleden weggegaan. Man. Mag het nou toch wel gebeurd zijn? Menselijkerwijs gesproken. Zou u nou doen in mijn geval, meneer? Gewoon terug er naartoe aanbellen en zeggen, ik kom Truus halen. Zou ze thuis zijn? Zou ze nou op mij liggen wachten? Zoals altijd. En ik gewoon naar binnen, zoals altijd. Zachtjes naar boven, zoals altijd. En dan ik niks zeggen. Nee, want zij zegt ook nooit niks als ik te laat kom en ze weet waar ik geweest ben. En dan gewoon daarbij schuiven en daarnaast liggen. Zoals altijd. Maar ja, geef me eens nog maar een pilsje, jongen. Nee, geen jongen meer. Moet nog rijden.